Week 39. De Rabobank gaat dicht. Emmanuel Macron is Niger definitief kwijt. En in het Verenigd Koninkrijk mag je nog vijf jaar langer doortuffen. Ons hoofdonderwerp van vandaag: de digitale wappiepyramide. Welkom bij Current Ratio. De Rabobank moet dicht. Van wie? Naar Extinction Rebellion en Greenpeace. Die hebben een boze brief gestuurd naar de Rabobank. Wat blijkt? Volgens Greenpeace is Rabobank in verantwoordelijk voor in totaal 3,1 miljard euro aan stikstofschade en minstens 9,5 miljard euro schade in Brazilië. Greenpeace eist dat de Rabobank onmiddellijk stopt met die financieringen en er moet een schadevergoeding komen. Extinction Rebellion gaat nog een stapje verder en zegt dat Rabo-kantoren vanaf 11 oktober gesloten gaan worden als niet op dat ultimatum wordt gereageerd. Het kantoor van de Rabobank, het hoofdkantoor in Utrecht aan de Kruiselaan, is bestegen door de milieuactivisten. En niet op een leuke manier. Er is een tekst op het dak geplaatst en het lijkt erop dat Extinction Rebellion het serieus meent. Je kunt er van alles van vinden, maar volhardend zijn ze wel. Dit zou betekenen dat Rabobank met die blokkades om moet gaan of ze moeten toegeven. Het interessante is dat tegenwoordig, laten we zeggen sinds de kredietcrisis, bankiers zich heel erg van hun maatschappelijke kant laten zien. Dus banken zijn eigenlijk verantwoordelijk voor een enorme overkreditering op de huizenmarkt. Gewoon huis is niet meer te krijgen. Nou, als je daarover begint bij je bankier, dan is het verhaal meestal van ja, maar we zijn nu heel erg betrokken bij het klimaat en bij mensenrechten en um, dan hoopten ze, dat is mijn gevoel, dat ze een beetje met rust gelaten zou worden door die milieubeweging. Dus door heel erg mee te praten, de milieubeweging te paaien, dan zou je zelf buiten schot blijven. Nou, vanaf 11 oktober Gaan we in Utrecht kunnen zien of die strategie heeft gewerkt? Dan Frankrijk trekt zich terug uit Niger. Dat is dat enorme land in het noordwesten van Afrika. Allemaal oude Franse koloniën. Er zijn een paar staatsgrepen geweest in meerdere landen. En eigenlijk zegt die hele regio dag tegen het westen. Interessant feitje: deze landen hebben sinds de decolonisatie een munt gehouden. Die was gekoppeld aan de Franse frank. En daarmee eigenlijk de euro later. In het begin kun je zeggen, er is duidelijk bewijs voor. Dat dat geholpen heeft om uh, inflatie te bestrijden, betekende wel dat die landen te goede moesten aanhouden bij de centrale bank in Frankrijk. Nou, vonden ze misschien een beetje neocoloniaal, zou je kunnen zeggen. De banden zijn nu zo slecht geworden dat, uh, dat er een staatsgreep is geweest in Niger. En de nieuwe Junta heeft gevraagd of Frankrijk zijn troepen wil terugtrekken. Dus die banden zijn helemaal doorgesneden. Frankrijk had eerder aangegeven dat ze militaire ingrijpen zouden steunen door de buurlanden van Niger. Om die staatsgreep terug te draaien. En we horen Emmanuel Macron nu zeggen dat hij dat niet zal doen. Dus hij gooit het beltje erbij neer. Dus die hele regio die lijkt een beetje uh, af te keren van het westen. Misschien naar China, misschien naar Rusland. Leest u veel te weinig over in de kranten. Gaan we het de komende weken veel meer over hebben. Wat gebeurt er allemaal in dat gigantische Afrika? De plannen die op uw behalve dat dit land een extraordinaire serie van stappen zal nemen. Die ons leven veranderen. A ban on buying new boilers, even if your home will never ever be suitable for a heat pump. A ban that takes effect in just three years for those off the gas grid. And mandatory home upgrades for property owners in just two years' time. Now, I believe deeply that when you ask most people about climate change, they want to do the right thing. They're even prepared to make sacrifices. But it cannot be right for Westminster. Ja, dat is Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Nou, net zero, waar gaat dat over? In 2050 moet de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk ook, helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat kan niet, want dan gaan we allemaal dood. Maar de CO2 die we uitstoten, die moet dan gecompenseerd worden. Een onderdeel van die groene plannen is dat verbrandingsmotoren eruit gaan... Zo dus op een gegeven moment mag u alleen nog maar een elektrische auto kopen. De benzinemotoren die we dan nog hebben, die zullen na 15 jaar, dus 2050, 2060, helemaal uit het straatbeeld verdwijnen en dan zijn wij net zero. Nou, in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Zweden, zie je dat er stemmen komen tegen die extreem snelle groene transitie. Het is bijna niet te doen. Rishi Sunak zegt van nou, we hebben al heel veel gedaan. Het mag één tandje minder, dus die verbrandingsmotoren die mogen vijf jaar langer worden gebruikt en dat kun je ook nog uitstellen. Vlees eten, dat moet je zelf weten. We gaan ons niet bemoeien met wat u eet. Dus de groene transitie, die wordt een stukje minder ambitieus. Want het moet natuurlijk wel leuk en menselijk blijven. Dan de Digital Decade en de Wappie-pyramide. Laat het beestje gewoon bij de naam noemen. Waar gaat dat nou weer over? De voorzitter van de Europese Commissie, de Duitse Ursula von der Leyen... wil heel, gra heel graag een Digital Decade. En dat betekent dat we alles digitaal gaan doen... Digitale paspoorten, digitale rijbewijzen, digitale munten, handel en medische data. Bedenk het maar. Het is een gigantisch onderwerp, dus dat kost meerdere uitzendingen. Dat is nu eenmaal zo. Dus dit wordt de koepeluitzending. En wat is er makkelijker om te gebruiken dan de Wappie-pyramide? Waarom noem ik het een Wappie-pyramide? Je ziet het al gebeuren dat uh, men op social media deze piramide gaat gebruiken, en dat dat dan door bepaalde mensen in een zekere hoek wordt geduwd. Ik hecht eraan om te zeggen dat deze piramide met alle digitale plannen van de Europese Commissie zelf komt. Dus eigenlijk zien we hier in één heel mooi plaatje uh, wat we allemaal kunnen verwachten. Waarom noem ik het een WAPI-piramide? Nou, we hebben de WAPI-magneet gehad. Op een gegeven moment had onze koningin uh, Maxima heel erg veel dingen gezegd over Central Bank Digital Currency. Dat zit hier eigenlijk ook in. Er waren een paar ambtenaren die hadden gezegd, ja, maar dat moet ze wat minder doen, want het stoot mensen af. Dus vroeger was corona de wappiemagneet... en nu is Central Bank Digital Currency dat. Dus om de mensen die dit soort terminologie willen gebruiken tegemoet te komen, noem ik het alvast de wappipiramide. Maar het is maar gezegd, deze piramide komt van de Europese Commissie zelf. Dit zijn allemaal concrete wetsvoorstellen die er liggen en waar wij binnenkort mee geconfronteerd zullen gaan worden. Eerst wat achtergrondinformatie. In Europa, in de Europese Unie, heb je feitelijk twee regeringen: er is een Europese Raad. Dat overlegt in de Zoveel Tijd en daar komen de regeringsleiders samen. Dus namens Nederland en Stad Mark Rutte. Daar beslissen ze over de grote onderwerpen, eigenlijk achter gesloten deuren. De journalisten kunnen geen notulen opvragen en dan ontstaat er een idee waar we het dan mee moeten doen. Vervolgens heb je de Europese Commissie, dagelijks bestuur. Zij zitten de hele dag of de hele week in, in Brussel. Zij maken dan wetten die voortborduren op wat ze hebben besproken met die Europese Raad. De Europese Commissie maakt een wet, stuurt dat naar het Europese Parlement en die keurt het wel of niet goed. Dus een belangrijk verschil met wat er in lidstaten gebeurt. Het Europese Parlement heeft vrij weinig bevoegdheden. Nou is er in Europa afgesproken dat ook om die reden dat het Europese Parlement en Brussel dus eigenlijk niet over alles zouden moeten gaan. Brussel gaat over de dingen die nu eenmaal internationaal zijn, dus onderwijs, zorg. Uh, defensie, strafrecht. Uh, wanneer is iets opruiming, Wat moet je wel of niet kunnen zeggen? Dat wordt allemaal in de lidstaten besproken, met lokale parlementen en debatten op tv. En de zaken die naar hun aard nu eenmaal Europees zijn, die zijn dan exclusief de competentie, zo heet dat, van de Europese Unie. Dat principe noemt men subsidiariteit. Moeilijk woord zullen mensen dan zeggen, maar het is dus heel simpel. De lidstaat regelt het zelf, tenzij het niet anders kan en de Europese Unie moet het wel doen. Een voorbeeld van wat de Europese Unie moet doen, dat is bepaalde grensoverschrijdende criminaliteit. Europa heeft geen binnengrenzen. Hè, dus je rijdt zonder grenscontrole naar de camping in Frankrijk. Dat betekent wel dat als je drugsmokkel, uh, smokkel van andere zaken enzovoort, als je dat zou willen tegengaan, dan moet je dat dus op Euro Europese schaal doen. Als iemand een partij wapens vanuit Rusland naar Litouwen heeft gesmokkeld, dan gaat het vanaf Litouwen door de hele Europese Unie heen. Dus moeten de Europese landen samenwerken met betrekking tot migratie. En het voorkomen van dit soort criminaliteit. Nou, of dat goed gaat, daar kunnen de meningen over verschillen. Maar dat is het onderscheid. We doen het lokaal. Tenzij het niet anders kan, dan doet Brussel het. In december 2019 gebeurt er iets interessants. Het is de start van de pandemie. Maar het is ook de start van een golf aan nieuwe Europese wetgeving. Die twee lopen een beetje door elkaar. En daardoor wordt er wel eens gedacht dat bepaalde wetgeving zijn oorsprong vindt in die pandemie. Maar dat is dus niet waar. Ik ga er een aantal voorbeelden van laten zien. Het is een beetje droog, maar dan weet u tenminste wat er op u af gaat komen de komende tijd. Op 9 december 2019 hebben een aantal regeringsleiders en de Europese Commissie bij elkaar gezeten. En ze hebben gezegd: Van ja, als we het over internet hebben, en wat mag je nou wel en niet zeggen op internet, heb je letterlijk een patchwork aan regelgeving. Maar dat is ook heel logisch, want wat je op internet wel of niet mag zeggen, wanneer is het wel of geen opruiing bijvoorbeeld. Ja, daar zullen ze in Slovenië anders over denken dan in België. Dus dan is het ook niet zo gek dat je verschillende regels hebt. Maar op dat moment is er gezegd: nee, wij gaan naar een Digital Services Act toe en we gaan dat gelijk trekken. Dit moet naar Brussel toe. Maar waarom eigenlijk? In mei 2019 waren er Europese verkiezingen. Onze eigen Frans Timmermans die deed het eigenlijk hartstikke goed. Jammer voor hem. Uh, Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland toen nog, besloot in de Europese Raad achter gesloten deuren, geen notulen. we weten niet waarom... dat haar beste vriendin en haar minister van Defensie Ursula von der Leyen... voorzitter van de Europese Commissie zou moeten worden. Nou, mevrouw von der Leyen heeft toen een visie uh, geschreven... en dat is a union that strives for more. En dat betekent dus dat de Unie als Europa zijnde... allemaal onderwerpen naar zich toe moet trekken. Dus als er een discussie is van oh, moet een lidstaat dat regelen... Uh, of moet Europa dat doen... Dan is de teneur geworden dat we zeggen, nou laat dan Europa het maar doen, want dat is een doel op zich. En dan zien we dat allerlei digitale onderwerpen ook naar Europa worden getrokken, omdat we dan streven naar meer. Dit document, ik heb er een datum bij gedaan, in de Wayback Machine, zoals dat heet. Wayback Machine is het internetarchief, en dan kun je zien wanneer een bepaald document voor het eerst ontstaat. En in dit geval is dat 17 juli 2019. Zij stelt in dit document een aantal maatregelen voor die achteraf aan de pandemie werden toegeschreven. Maar dat kan dus helemaal niet. Hoe u ook over bepaalde ideologische onderwerpen denkt, een, een, een oorzaak zit altijd voor een gevolg. Maar in de heftige pandemiediscussies die we kregen en die nog steeds doorgaan, wordt dat wel eens door elkaar gegooid. Maar dit is de oorsprong van de Unie die naar meer streeft. Mevrouw van der Leyen zegt, ja, we moeten natuurlijk niet verlegen zijn met wat we hebben bereikt. Laten we vooral ambitie aan de dag leggen. En zij heeft zes ideeën, dat worden zes beleidsterreinen van wat er dan moet gebeuren om die ambitie vorm te geven. Wij zien dat Europa toe moet naar een Green Deal. Een economy that works for people. A Europe fit for the digital age. Daar is het digitale verhaal. Nou, protecting our European way of life. A stronger Europe in the world and a new push for European democracy. Die laatste drie zijn de ondergesneeuwde kindjes, zou je mogen zeggen. Daar gaat ook niet het meeste geld heen. Maar dit zijn de zes ideeën die op dat moment leefden. Nou, mevrouw von der Leyen moet dan proberen om die regeringsleiders... in de Europese Raad te overtuigen van haar eigen daderdrang. En het vorige document uit 9 december 2019 liet zien... dat ze daarin is geslaagd. Want die Europese regeringsleiders die zeggen... ja, mevrouw von der Leyen, doet u dat maar. We gaan Europese belastingen invoeren... en allerlei wetten die zelfs naar censuur neigen. Dan moet dat maar eenmaal. Dus ik ga wat voorbeeldjes laten zien. In het visiedocument van de zomer... Van 2019 vinden we allemaal wetten die later zijn ingevoerd. in de slipstream van de pandemie. We zien dat Ursula von der Leyen vindt dat de Europese democratie wordt bedreigd. Vooral Rusland, dat blijkt ook uit andere bewoordingen, want die zouden onze verkiezingen hebben gestolen. Het is natuurlijk heel vreemd als je meedoet aan verkiezingen. en dan zeg je dat die verkiezingen zijn gehackt door de Russen. en dan kom je er wel goed uit. Dus dit document is offline gehaald. Maar het internetarchief vergeet niks. Nou, mevrouw van der Leyen vindt dat wij naar een European Democracy Action Plan toe moeten. En dat betekent dat grote bedrijven, grote internetplatforms een soort van censuur moeten toepassen. En dat moet nou eenmaal, want we hebben op internet heel veel disinformatie. Dus dat zijn dus de Russen die onze verkiezingen beïnvloeden met uh, hetgeen zij doen. En er is online ook heel veel haat. Je moet natuurlijk niet haten, laat dat meteen gezegd zijn. Alleen het is vrij bijzonder dat een Europese instelling, een Europees functionaris zich bemoeit met haat. Want haat, ja, dat is nou eenmaal legaal. Ik bedoel, je kunt uh, iemand haten hè, als er in de privésfeer iets vervelends gebeurt. Uh, je vrouw gaat bij je weg uh, om wat voor reden dan ook. Dan kun je, de, kun je iemand haten, maar dat, dat zit buiten het juridische. Wat er hier gebeurt, is dat de Europese Commissie vanaf nu van mening is dat bepaalde uitingen op internet die naar haat neigen ook verboden moeten worden. Hebben we hebben net gezien dat er een patchwork was van allerlei wetten. Rondom dit thema in Europa, omdat elk Europees land, elk Europees land is ook een beetje anders,. zijn eigen wetten heeft tegen opruiing. Maar dat moet dus allemaal in elkaar worden geveegd. En nu krijg je twee hele rare discussies. Op de eerste plek, waarom moet Europa over haat gaan? Een lokale politieagent en een lokaal openbaar ministerie kunnen haat in Nederland en opruiing, want dat is de strafbare, haat er niet, opruiing wel, uh, toch aanpakken. En ten tweede is het de vraag van... ja, maar wanneer is een bepaalde uiting dan strafbaar? Dus dat wordt een soort hellend vlak. Dus normaal gesproken zouden we zeggen... nee, dat moet de lidstaat zelf regelen. Op dit moment is eigenlijk het zaadje gepland... voor Europese censuurwetgeving. Dan gebeurt er in hetzelfde jaar iets vervelends voor Ursula von der Leyen. We zouden gehackt zijn door de Russen. De Russen zouden het Oekraïne referendum in Nederland hebben georganiseerd. Brexit, Trump, enzovoort. Alleen in 2019 al... Komt er een rapport van de eigen ambtenaren van de Europese Commissie dat stelt dat niet te bewijzen is dat de Russen zich hebben bemoeid met Europese verkiezingen. Daarmee vervalt het verhaal dat je om die reden pro-Kremlin messaging dat je dat zou moeten bestrijden. Uh, alleen die wet is wel gebleven en die kreeg een, een, een andere rationale en dat werd natuurlijk de pandemie. Deze Digital Services Act kreeg pas echt vorm in 2021. En afgelopen zomer, op 25 augustus 2023, is hij gelanceerd. Zeer grote mediaplatforms, euh, bedenk het maar Facebook, Google, euh, YouTube enzovoort, die meer dan 45 miljoen gebruikers hebben, er zitten ook webwinkels bij. Die kunnen een boete krijgen tot 6% van hun omzet als ze bepaalde onwelgevallige meningen niet weglaten. Ze moeten dus factcheckers in dienst nemen en die moeten goed overleggen met Europese ambtenaren over welke meningen wel en niet uh, toegestaan zijn. En dat neigt natuurlijk naar een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Het is dus in het begin gezegd dat Europa gaat over markt. Dus we hebben de binnengrenzen open gedaan, handig. Dan kunnen we onze spulletjes makkelijk verkopen en we kunnen makkelijker op vakantie. Dat heeft aantoonbaar een gunstig effect gehad voor de economie. Dus Europa gaat alleen maar over de wetten die nodig zijn om. Die markten laten functioneren, gevoelige persoonlijke onderwerpen kunnen we in de lidstaten behandelen. En nu zien we dus dat de president van de Europese Commissie zegt: Nee, nee, wij moeten dat, hè, de, de regulering van de digital world, die moeten wij uh, naar Brussel trekken vanwege die Russische inmenging die er niet was. Dus dan komt er een ander narratief. En naast de pandemie is dat ook dat wij onze kinderen moeten beschermen. Vervelend als je het zo brengt, want als je zegt ja, ik doe dit omdat wij kinderen willen beschermen. Dan zal iedereen, vooral als je kinderen hebt, zal in een reactie schieten waarbij je het dan maar goed vindt. Het doel heiligt de middelen. We gaan even wat dieper in op de herkomst van deze wet. Want helemaal zuiver is het niet. We hebben een algemene opmerking: we zagen dat, de, dat december 2019 we een pandemie hadden en een nieuwe Europese Commissie. Nou, niemand weet waar die pandemie vandaan komt. Ik wil ook een beetje uit die discussie blijven, omdat het ook helemaal niet zoveel uitmaakt. Er was toen wel een bepaalde paniek en bepaalde maatregelen werden acceptabel geacht. Alleen een deel van die maatregelen, die hadden duidelijk een, een medische herkomst. Of je dat terecht vindt of niet. Denk aan de mondkapjes. Dus een viroloog kan zeggen dat mondkapjes nodig zijn en je één of twee meter afstand moet houden. Ik denk echt wel dat men daarna eer en geweten uh, dat sommetje heeft proberen te maken. Alleen aan de andere kant had je ook de QR-code. En dat is de voorloper van je Europese digitale paspoort dat er ook wel zonder die pandemie was geweest. Nou, dan, dan begint dat een beetje door elkaar te lopen. Sommige zaken zijn virologisch en medisch kloppend... en andere zijn politiek ideologisch gedreven. Op een gegeven moment kregen we de discussie in Nederland... dat je alleen nog maar de horeca in zou mogen... als je die QR-pas zou hebben. Nou, dan komt TU Delft met een studie... die zegt dat dat eigenlijk helemaal niet werkt. Toen bleef men maar die pas, dus een digitaal paspoort, pushen... en dat is ook wel weer een doel op zich. Dat heeft voor een hoop... Uh, Narrigheid gezorgd, laten we het zo maar noemen, omdat mensen hun overheid niet meer vertrouwen. Van hé, je zegt. Ah, maar zeg je dat nou om puur medische redenen of zeg je dat om puur politieke redenen? Je krijgt een hele duidelijke soep van paniek, eh, Russen, kinderen beschermen, virussen, noem maar op. En een bepaalde politieke ideologie. En eigenlijk weten wij niet meer waarom we bepaalde dingen doen. Je zag dat bij de start van het Corona-fonds, zoals dat heet, waar de digitale agenda uit wordt eh, gefinancierd, zag je dat al gebeuren. Uh, in juli 2020, hoogtepunt van de pandemie zou je mogen zeggen, was een grote Europese vergadering over de vraag of de Europese Commissie dan alsjeblieft geld zou mogen lenen. voor die zes beleidsdoelstellingen van mevrouw van der Leyen. Uh, en uiteindelijk waren er allerlei redenen om dat wel te doen. Uh, je kunt mediaberichten uit die tijd terugzoeken. Oudste uh, staatssecretaris van Europese Zaken, Ben Knapen, ging naar BNR en die zei ja. Zo'n coronafonds, dat is nodig vanwege de geopolitieke dreigingen. Ik had altijd een beetje aangenomen dat het een, een medisch verhaal was. Maar coronageld wordt nu dus ook besteed voor hele andere zaken dan voor medische uh, doeleinden. En er worden ook uh, ja, bommen meegekocht voor Oekraïne. En dat staat dan ook weer los van het herstel van de economie. Daarom noem ik dat. Het is één grote soep van argumentatie. Ter lering en vermaak, maar vooral ter lering... Met betrekking tot dit ontzettend belangrijke moment in de Europese politiek, op het hoogtepunt van de pandemie, zoek nieuwsberichten op van 19 en 20 juli 2020. Toen moest er immers gestemd worden in Europa, in de Europese Raad, over zo'n coronafonds. Nou, waar ging dat geld dan heen? Iedereen had wel ideeën waar dat heen moest. Er was destijds een discussie tussen de vrekkige vier Frugal Four, eigenlijk geen goede vertaling. Maar dat de zeiden, Nederland zat erbij en Nederland had geen zin om te betalen, heette het. Terwijl andere landen zeiden, ja doe dat nou wel, want op het hoogtepunt van een crisis moet je niet een beetje de krent gaan lopen uithangen. Wat ik zei, zoek die uitzendingen op en op 19 en 20 juli was het nog maar de vraag, zo heet het, alsof dat enorme investeringsplan er wel of niet zou komen. Er zit hier dus een, een Belgisch nieuwsbericht en dan zien we dat op 19 juli 2020 om vier uur er nog geen witte rook was. Interessant uh, feit. Een dag daarna was die witte rook er wel. De Europese top was klaar en ze gingen meteen naar huis. Elke journalist die geïnteresseerd is in Europese aangelegenheden... kreeg dit Europees persbericht. Waarbij er wordt gezegd dat Europa treurt om het verlies van mensenlevens... door de COVID-19-pandemie. Dus de Europese Raad gedenkt de slachtoffers en gaat aan de slag. En dit document is onderdeel van een enorm pakket aan papier... Terwijl er een dag eerder nog uh, werd gesteggeld over geld. Dit document bevat 62 pagina's. En het verwijst naar een EU-begroting van 1.800 miljard euro. In vijf valuta's. Opgesteld door acht politieke families. In een unie met 27 lidstaten en bijna een half miljard mensen. Ik zeg altijd: dat is best knap als je dat voor elkaar krijgt. Terwijl je het gisteren nog niet met elkaar eens was. En je toen elkaar nog de tent aan het uitvechten was. Nou, iedereen heeft dit overgenomen. Er is een crisis. Europa levert. We doen wat nodig is. Even verder zoeken in dat document. En zo moeilijk is het natuurlijk niet. Zien we punt A22. Uh, wat zegt dat? Er was al een ontwerpconclusie in de Europese Raad in februari 2020. En februari 2020, dat was natuurlijk twee maanden of drie maanden na die Europese top. Waarbij er werd gezegd van we gaan sowieso door met die digitalisering. En hier zie je dat de pandemie een medische, medisch vraagstuk. En het politieke vraagstuk van Europese digitalisering door elkaar heen beginnen te fietsen. Want, dat lezen we hier gewoon, het ontwerp van waar men het in 2020 in februari al over eens was, dat was een weerspiegeling van besprekingen die in de loop van vele maanden hebben plaatsgevonden. Vele maanden, dat zijn er meer dan drie, maar geen twaalf, want dan zou je zeggen een jaar, nou een half jaar misschien, acht maanden, ja, dat zou heel logisch zijn. Omdat je in mei 2019 die Europese verkiezingen had. In uh, juli 2019 wordt duidelijk dat Ursula von der Leyen dat mag worden. Dan presenteert ze haar plan. Dan wordt daarover gestecheld met die regeringsleiders. Daar komt een compromis uit. En dat financieren we later met coronageld. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die digitale plannen ook betrekking hebben op corona. Dat kan natuurlijk niet. Met vrij veel bombarie wordt de Europese Wettentrein aangekondigd. Uh, Wettentrein, dat is uh, geen terminologie die ik zelf heb bedacht. Het Europees Parlement heeft netjes gerangschikt op zes beleidsterreinen alle dingen die ze in de komende periode willen gaan doen. Of komende periode vanuit dat moment bezien. Want we zitten al een paar jaar met deze Europese Commissie. En dan zien we de zes beleidsterreinen die Ursula von der Leyen in juli 2019 beschreef. Die zien we in iets andere volgorde uh, terugkeren. Dat brengt ons bij de wettetrein. Dus de Europese Commissie van 2019 van Ursula von der Leyen gaat aan de slag. Zij presenteren wetten. Hopen dan dat die door het Europese parlement komen. Zoals die Digital Services Act. Met die inperking van de vrijheid van meningsuiting. Dat is een leuke analogie. Een wet die je als trein ziet. Dus je hebt een perron. En dan hoop je dat die trein vertrekt met rijtuigen. Dat zijn individuele wetten. En dat die dan ook aankomen. Nou, in sommige gevallen zijn ze derailed. Dan is de trein ontspoord. Dan lukt dat niet. Heel vaak lukt het ook wel. En dit zijn honderden wetten die op het hoogtepunt van de pandemie over ons werden uitgestrooid, waarbij men ook zei: ja, die financiering moet uit, uit dat coronafonds, want dat causale, oorzakelijke verband dat is erkennelijk. Als we natuurlijk goed kijken naar de onderdelen van die wettentrein, de zes perronnen, dan zien we dat deze zes beleidsterreinen gefinancierd met coronageld exact, bijna exact overeenkomen met de zes beleidsterreinen die Ursula von der Leyen in juli 2019 al had gepresenteerd. Er zijn een paar aanpassingen. Niet heel veel, in alle eerlijkheid. En dat betekent dat wetgeving die je toch al over je uitgestoord zou kunnen krijgen... en die de samenleving al dan niet zou accepteren, uh, in een coronajasje is gegooid. Deze wettetrein is voer voor tienduizenden uren aan, uh, aan uitzendingen. En we gaan ook proberen om er zo diep mogelijk in te duiken. Dat zal lastig zijn, het is vaak taaie materie, het zijn taaie onderwerpen... maar ze gaan over zeer wezenlijke dingen in de Nederlandse samenleving... zoals die vrijheid van meningsuiting... Uh, wat gebeurt er met je medische data? Mag Europa belasting heffen? Uh, mag je je paspoort houden? Enzovoort, enzovoort. Wat mij opvalt... is dat de pandemie wel heel creatief wordt gebruikt... om wetten voor te stellen die er eigenlijk al lagen... en die ook om hele andere redenen worden ingevoerd. Wat bij de uitgave van het uh, coronafonds al meteen bleek... is bijvoorbeeld dat de zorg er bijna niets bij krijgt. In Nederland gaat het om tientallen miljoenen euro's. Dat is verwaarloosbaar... Op iets van 42 miljard euro, die Nederland moet betalen. Maar er is wel heel veel ruimte voor andere dingen. U kunt simpelweg thuis naar de Europese toe toegaan. en zoek eens op wetten die dan plotseling de pandemie als, ja, als reden hebben gekregen. We zien een banking package. Banking package: banken worden gereguleerd en die willen graag minder regulering. En dan zeggen ze: ja, wij moeten nu de economie herstellen na de pandemie. Dus vanwege de pandemie moet er een banking package komen. We zien dat er wordt gesproken over transport en rijbewijzen. Vanwege de pandemie moeten we het ook hebben over gender equality. Want de verschillende genders worden anders geraakt door de pandemie. En dan krijg je ook weer de vraag: maar hoeveel genders zijn er dan al? Nou, dat is allemaal nodig vanwege de pandemie. We zien dat we vanwege de pandemie naar andere verpakkingen rondom ons eten moeten. Uh, kennelijk kun je, kunnen virussen zich verspreiden via uh, bepaalde verpakkingen en andere niet. Maar dat, het verband is er allemaal. En dan hebben we ook nog een Media Services Act. Nou, en dan krijgen we vanwege de pandemie natuurlijk ook nog een European Media Freedom Act. Ik denk dat je vrij creatief moet zijn. of uh, van een goede borrel houden. als je verband wil zien tussen een virus en mediavrijheid. Maar vanwege die pandemie moet er nu eenmaal een European Media Freedom Act komen. Het klinkt trouwens ontzettend mooi hè, European Media Freedom Act. Alsof een journalist daardoor meer vrijheid zou krijgen. Cynisch als ik ben, u had het waarschijnlijk al door, vrees ik dat ik mag concluderen dat dat niet het geval is. Europese regeringen maken namelijk gebruik van spyware. Dat betekent dat een journalist op zijn telefoon software heeft zitten waardoor opsporingsdiensten altijd mee kunnen kijken. En dat heet Pegasus spyware. Veel mensen kunnen zich dat misschien niet voorstellen. Zoek daar vooral op er is veel over geschreven. Europarlementariër Sophie in het veld, die heeft zich daar sterk tegen gekeerd. Groot dossier heeft ze aangelegd, vol haar ook vooral. En dan zien we dat dat dus wel degelijk gebeurt. Dus een overheid mag natuurlijk niet zomaar journalisten bespioneren. Ik snap het wel, want dan krijg je gratis informatie. Maar dat is niet de bedoeling, want je gaat in het leven van de journalist ingrijpen. Nou, de European Media Freedom Act, die gaat ons natuurlijk beschermen tegen deze inmenging. Ik heb dat wetsvoorstel er maar even bijgepakt. En dan zie je dat het doel van de Media Freedom Act is om journalisten te beschermen tegen ja, ongevraagd bespioneren. Maar is natuurlijk altijd ongevraagd bespioneren. Want dan moet je als journalist ook eigenlijk je bronnen prijsgeven. Dus als journalist moet je in vertrouwelijkheid met bronnen kunnen praten. En het wordt heel lastig als iemand bij, een, bij de politie of een klokkenluider, weet ik wat. Een verhaal wil vertellen aan een journalist en de overheid kijkt de hele tijd mee op diezelfde telefoon. Maar dat gebeurt dus wel degelijk. Amnesty International heeft een lijst kunnen verzamelen voor 50.000 mensen in de Europese Unie die die spyware op de telefoon hebben. Er is een groot onderzoek geweest vanuit de Raad van Europa en uit de conclusies daarvan blijkt dat overheden dit inderdaad doen, maar dat er wel gekeken moet worden naar hoe dat wordt gereguleerd. Je zou zeggen, als we een Media Freedom Act krijgen vanuit Europa. Pandemie, dat die Media Freedom Act ons dan wel gaat beschermen. Want anders is het toch moeilijk om het Media Freedom te noemen. Als u Europees recht interessant vindt, of u wil daar heftige conclusies aan verbinden, kijk nooit meteen naar de kaft van het boek. Want er wordt eerst een wet voorgesteld in 2021 die Media Freedom Act heet, maar er komen allemaal papiertjes bij. En als we naar het laatste amendement kijken van 21 juni 2023 van de European Media Freedom Act. Dan zien we iets heel bijzonders gebeuren. Er moet een nieuw artikel 17 bijkomen. En de wettekst stelt natuurlijk meteen dat uh, software die ingrijpt in het leven van de journalist uh, eigenlijk niet hoort. Want het is invasief. Dus een journalist die een date heeft of iets met zijn gezin doet, of weet ik wat. Uh, of dat ding voor zijn mobieltje voor allerlei andere dingen gebruikt, Ja, die wordt dan constant uh, bekeken. Dat kan natuurlijk niet zomaar dat woordje zomaar is toegevoegd. In het wetsvoorstel zien we heel duidelijk dat er wordt gezegd: van ja, hoe erg die spyware ook is. De deployment of spyware should only take place if it is justified by an overriding requirement in the public interest. En dan kun je denken dat als een journalist door een bron op de hoogte wordt gebracht van een mogelijke terroristische aanslag, bedenk maar iets, en op de aanslag of de daad waar het om gaat zit een gevangenisstraf van mogelijk drie jaar of meer. Dan ontstaat er een rechtvaardiging waardoor de politie, de opsporingsdiensten eigenlijk gewoon toch wel degelijk gebruik mogen maken van de spyware van het Israëlische bedrijf Pegasus, die er dus al lang is. Dus waar er eerst wordt ingezet op een compleet verbod, dan zie je dat dat verbod wordt afgepeld en dat het dus uiteindelijk wel gewoon mag. En dan heet het nog steeds de Media Freedom Act. Samengevat mag je zeggen dat heel veel wetten hun bestaan lijken te danken aan de pandemie, maar dat bij heel goed doorzoeken. De ideeën die erachter zitten al veel ouder waren dan de pandemie. Zeker in die digitale agenda, digitale paspoorten, alles moet online, thuiswerken, noem maar op. Worden er dingen geaccepteerd die, zou je kunnen zeggen, vrij dubieus zijn, maar die je ook vanuit Europees oogpunt eigenlijk helemaal niet, niet, niet hoeven. Het voorbeeld van haat is al genoemd. Dus je moet niet haten. Maar als het gevaarlijke opruiming wordt, waarom zou de Nederlandse politie daar dan niet tegen kunnen optreden? Waarom moet dat naar Europa toe? Nou, de Europese Unie. Heeft een heel duidelijk verdrag daarover, waarin staat vastgelegd wat naar Europa moet, wat in een lidstaat mag blijven. En dat heet artikel 83 van het verdrag ter werking van de Europese Unie. En er staat heel duidelijk dat er een lijstje is met Europese misdaden, die naar hun aard wel Europees moeten worden opgelost. Dus alles wat met smokkel te maken heeft, als je binnengrenzen open zijn, ja, dat moet de Europese Commissie dan doen. Daaruit volgt automatisch dat wat daar niet bij hoort, dat dat onder een lidstaat valt. Zoals zaken die te maken hebben met vrijheid van meningsuiting en de inperking daarvan. Nu heeft dit artikel 83, dat vrij helder lijkt, een heel klein toevoegingje. Dan staat er: On the basis of developments in crime, the council may adopt a decision identifying other areas of crime. Dus dat is een soort escape-clausule. Dus als de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen, heel graag zich ergens mee wil bemoeien, maar het Europese recht geeft haar de middelen niet, dan is dat artikel 83. ...eigenlijk een klein beetje vaag en biedt dat de mogelijkheid om te zeggen... ...ja, nee, maar dit valt ook onder Europa. Dit stukje is licht droog, maar ik ga het wel doen... ...want dan weet u tenminste wat er op u afkomt. Als we zoeken in die censuurwet eigenlijk... Hè, ...van waar moet, waar, wanneer mag Europa bepaalde content tegenhouden... ...dan zien we dat het gebruiken van doodslot dus juridische achterdeurtjes... ...dat is geen toeval, maar dat is een doelbewuste, opzettelijke strategie... ...om heel veel meer macht naar Europa te trekken... Ik ben daar achtergekomen toen ik onderzoek deed naar een aantal van de wetten rondom uh, de oudere wetten rondom censuur zou je mogen zeggen. En dan wordt er natuurlijk gezegd van ja, er zijn bepaalde zaken die we niet moeten willen. Denk daarbij aan terreur, misbruik van kinderen, illegal hate speech, daar is die weer, en feitelijk uh, uh, oplichting Het heet infringement of consumer protection laws. Nou, in dat geval zou Europa er misschien toch wel weer over moeten gaan. Dit document uit 2018 is enkel nog een voorstel. Dus er wordt voor de pandemie al wel degelijk nagedacht over dit soort wetgeving. In december 2021 komt er een vervolg op die vorige tekst. En die zegt dat we eigenlijk onder haat veel meer dingen mogen vatten dan, dan we eerder deden. He, dus je moet natuurlijk niet alleen mensen niet discrimineren op basis van hun etniciteit of hun taal. maar ook bijvoorbeeld hun genderexpressie. Maar wat is dat? En er wordt gezegd genderexpressie. Ja, je moet mensen dan ook niet ridiculiseren. Dat zou ook onder hate speech kunnen vallen. Dit document, het is nummer 777 dat de Europese Commissie verspreidt binnen dat jaar, bevat echter een hele interessante voetnoot En daarin zien we dat het gebruiken van wetsartikelen ver voorbij waar het voor bedoeld is, wel degelijk een strategie is. Er blijkt namelijk een panel voor the future of science and technology te zijn in de Europese Unie. En daar kwamen ze erachter dat er een Europees verdrag is. Dus in 2005 hadden we een referendum over de, de Europese Grondwet. Die werd afgewezen, uh, uiteindelijk afgezwakt, maar wel uh, aangenomen. En dat document zal voor de foreseeable future, staat hier letterlijk, het document zijn waar we dan Europese wetten uit mogen halen. Dus als de Europese Commissie op dit moment zegt van nou wij willen een Europe that strives for more dan zul je dat moeten doen binnen het wettelijk kader dat er al ligt... middels dat Europees Verdrag. En als dat Europees Verdrag bepaalde dingen niet mogelijk maakt... dan moet je dus in die tekst gaan zoeken naar gekke achterdeurtjes. Dan kun je zeggen, ja, er is een gezondheidscrisis... en dat gaan we voor dingen gebruiken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Het grappige is dat dit ook letterlijk zo in de tekst staat. Het is assuming that the Treaty of Lisbon... will be the framework for the EU action for the foreseeable future... This paper explores possibilities for broadening scope of EU action in order to respond to repeated calls from EU citizens. Dit is natuurlijk een interessante tekst. Er zijn repeated calls van burgers in de Europese Unie, dat zijn u en ik, en wij willen kennelijk dat de Europese Commissie bepaalde dingen doet. Alleen die Europese Commissie die heeft geen verdragsmogelijkheid uh, om in actie te komen. Dat zinnetje klopt natuurlijk intern al niet. Want als Europese burgers, Nederlanders bij het, die stemmen bij het referendum over de Europese Grondwet, heel graag willen dat er wetten komen die de vrijheid van meningsuiting inperken, dan kan er gewoon voor zo'n verdrag en voor zo'n wet worden gestemd. Het pure feit dat er naar die gekke achterdeurtjes moet worden gezocht, dat is erin gelegen in het feit dat mensen die Grondwet en dit soort handelingen juist niet willen. Heel veel mensen zullen zeggen: Doe mij maar een Europese Unie, waardoor ik heel makkelijk mijn spulletjes kan verkopen. En zonder grenscontroles over de grens ga, maar inperking van wat ik mag zeggen en meer belasting, dat wil ik juist niet. Als ze we dat wel hadden gewild, dan had deze tekst ook nooit bestaan. Deze handleiding, die oproept tot het creatief gebruik van bestaande wetten, omdat er niet meer is, heeft het dan ook over. Unlocking potential of EU treaties. Kortom, hoe kun je per artikel, per wetsartikel, kijken of je daar niet nog veel meer mee kan doen? Nou, dit rapport. U kunt het uh, gratis downloaden, ik zal het ook uh, in de comments zetten. Heeft het over unlocking the potential of the EU treaties? Met andere woorden, hoe kun je uh, mogelijkheden gebruiken die die verdragen nu eenmaal laten, omdat er dus een, 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 een gaatje, een achterdeurtje is. En dat gaan we dus article by article analyseren. Deze handleiding heeft een pagina 16. En dan zien we dat er inderdaad, puntje 5 wordt genoemd, dat er een mogelijkheid is om dat artikel 83 van het Europees Verdrag wat op te rekken, He? extension of areas of EU criminal law. Dus als iemand van mening is dat de Europese Commissie, de Europese Unie, over alles moet gaan, ook over wat je wel of niet zou moeten kunnen zeggen, dan moet je de bestaande wetgeving oprekken en dan moet je meningsvorming, vrijheid van meningsuiting, dan ook vouwen onder uh, artikel 83. Nou, wat zegt dit rapport, wat zeggen deze wetenschappers? Ja, er zit een gat in artikel 83 en dat is die toevoeging dat er ontwikkelingen zijn door de tijd heen... waardoor je iets dat eerst niet uh, Europees is, dat wel kunt maken. Dit is dus de handleiding uh, waar we al deze wetgeving aan te danken hebben. Het is dus geen toeval dat er opeens vanwege een pandemie iets naar Brussel wordt getrokken. Er zit dus wel degelijk een strategie en een plan achter, anders gebeurt het ook niet. Zijn meer Europese wetten in de maak? Eentje gaat over grooming. Dus dat je kinderen lastig valt. Dat zal een heftig onderwerp zijn. Ik kan me voorstellen dat dat, dat veel losmaakt bij mensen. Laten we toch nog heel even goed kijken naar wat die wet inhoudt. Dat is een filmpje. Zo stellen, dan zal iedereen het daarmee eens zijn. Er komt een nieuwe wet, chatcontrol 2.0 uit Brussel en die moet iets doen tegen deze praktijken. Hoe kunnen we daar nou kritisch op zijn? Anders dan in het filmpje werd gesteld, zal het checken van hoe wij chatten, geen betrekking hebben op mensen die online dingen doen, aan het groomen zijn, dus op zoek zijn naar kwetsbare mensen om daar dingen mee te doen, met name minderjarigen. Nee, nee, het gaat erom dat. Alle documentatie, dus alles wat men verstuurt, alle foto's die men in familieverband naar elkaar toestuurt, worden gescand door een algoritme en dat algoritme zal dan bepaald materiaal als gevoelig uh, herkennen. Dan gaat er een alarmbel af en dan kun je onder onderwerp worden van opsporing. Dus het is dus niet zo dat een bepaalde provider van een chatdienst u de mogelijkheid geeft om inderdaad te chatten en dat in uh, redelijke vrijheid te doen. Het is dus ook zo dat er wordt gekeken of er op die persoonlijke chats binnen uw familie geen materiaal wordt verspreid dat niet door de beugel kan. En dat is dus een wet die eigenlijk was bedoeld tegen de verspreiding van dit materiaal online, waar je het gaat uploaden, maar die zal betrekking hebben op iedereen. Dus dat betekent dat iedereen die een mobiele telefoon heeft en zo'n applicatie gebruikt, maar dat zal iedereen zijn, want iedereen chat met elkaar, eigenlijk al constant wordt gescand. Dus eigenlijk is iedereen een verdachte. Maar werd er gezegd in dat filmpje: mensen willen dit. Klopt dat wel? Niet helemaal. Er wordt namelijk gewezen naar een eurobarometer, zoals dat heet. Dus een peiling onder mensen of ze dit soort wetgeving willen. Daaruit blijkt dat 80% deze wetgeving juist niet wil. En de reden daarvoor is heel simpel. De opsporing is niet gericht op bepaalde mensen die dingen uploaden. en die je natuurlijk ook zou moeten willen opsporen. maar hij is gericht tegen iedereen. Het is heel generiek. Iedereen wordt verdachte. Dus in tegenstelling tot wat er in dat filmpje staat... waarbij er wordt gezegd, moet je mensen pakken die dingen uploaden... is het zo dat 80% van de mensen zich keerde tegen een wet... die alle online communicatie, en dus ook via je chat, gaat controleren. De Europese Commissie heeft die resultaten vrijgegeven. Het ziet er een beetje lelijk uit, daar ben ik me van bewust. Het is een zipfile, zoals het heet. Ik zal hem ook in de comments zetten... En er waren een paar hele interessante reacties, ook van NGO's die zich juist met het onderwerp bezighouden. En willen kijken hoe je wetgeving nou slink kunt gebruiken om hier tegen op te treden. En zij zeggen dat, ironisch gezien, de Europese Commissie al allerlei wetgeving heeft tegen het uploaden van bepaald schadelijk materiaal. En als je dat doet, dus je kunt aan de uploadkant bijvoorbeeld iemand wil een, een foto op Facebook zetten, desnoods... Uh, onbedoeld te erotisch, je ziet dat wel eens gebeuren... dat daar al een filter op zit... waardoor iets niet kan worden uh, geüpload en daarna doorgestuurd. Dus dan heeft het geen zin om vervolgens mensen die een print screen maken... En, en, en familiefoto's delen op het werk of in een familie... om die individueel allemaal tot verdachten te verklaren... en dus ook software te hebben die hun, uh, hun chatactiviteiten scant. Want daar ga je dus wel heen. Het is een opvallend verschijnsel dat juist experts die hier veel van afweten en zich afvragen van hoe kun je dat probleem dan echt tackelen, niet vragen om masses, mass surveillance, maar vragen om meer middelen om uh, specifieke gevallen juist aan te pakken. Mensen heeft die bij de zedenpolitie werken of in een vriendenkring, of journalisten die met dat onderwerp bezig zijn, of die worden aangeschoten door agenten specifiek in die, in die branche, die horen wat daar dan speelt. En dat is het gruwelijke uh, personeelstekort. Dus als er een verdachte wordt gepakt met uh, genoemd materiaal. dan is er daadwerkelijk een agent die daar doorheen moet. En dat is zeer belastend voor de persoon. Daardoor hebben die afdelingen heel veel te maken met uitval. En dat is ook goed voor te stellen. Er wordt in Nederland bezuinigd op de politie. Dat is sinds 2013 aan de gang. er wordt wel deels teruggedraaid. Maar ga met zo'n zedenagent praten en je hoort meteen al wat eraan scheelt. Er is een gebrek aan collega's. En ze hebben dus behoefte aan mensen die op specifieke situaties kunnen reageren. En niet zozeer mass van iedereen. Want dat zeggen ze zelf ook: dan krijg je een, een overkill. Als je alles en iedereen de hele dag gaat bespioneren, want daar hebben we het hier over, dan krijg je allerlei informatie en onterechte valse signalen. die heel veel capaciteit gaan opeten. Dus vanuit het veld zelf bedacht kun je zeggen: Nou, dat was dus helemaal niet zo nodig. Maar je hebt het nu wel Europees gedaan. Dus Europa trekt een onderwerp naar zich toe, zegt wij moeten. Iedereen tot verdachte kunnen verklaren. Of iedereen wordt eigenlijk constant uh, doorzocht. En dat is dan de digitale strategie. Waarom is er een digitale strategie? Omdat we een Europese Unie hebben. waarbij we elkaars goederen accepteren. Ja, dus de markt van de Europese Unie is een groot succes. Maar deze wetgeving. met de WAPI-pyramide. die komt in het kielzog daarvan. En dat is wel wat er nu speelt. Dat zijn wel wetten die in de maak zijn. We gaan de komende uitzendingen verder. In deze uh, Wappie piramide we zien hier allemaal dingen gebeuren. We zien dat er wordt gestreefd naar een agenda voor artificial intelligence. Ja, dat is natuurlijk een beetje een modewoord. Dat kan van alles betekenen. Mensen zijn er al tientallen jaren mee bezig. We zien dat we behoefte hebben aan media freedom, pluralisme. Nou, media freedom betekent dat elke journalist ongevraagd uh, spyware op zijn telefoon heeft. We hebben gezien online platforms moeten worden gereguleerd. Dat is de Digital Services Act. Dat betekent dat iedereen de godganse dag, uh, mogelijk wordt gecensureerd, maar wel wordt gevolgd, vervolgd voor de mogelijke vreselijkste misdrijven. We zien een digital wallet, dat is de opvolger van de QR-code, dus die we hadden tijdens de pandemie. Uh, die kunnen we koppelen aan een digitale munt, daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Uh, 5G, heel veel mensen zullen daarbij aanslaan. Er zijn mensen die 5G-masten in de fik steken. Ik zou meteen zeggen, doe dat niet, uh, blijf eventjes rustig. Je kunt je wel afvragen waarom het nodig is om op elke vierkante millimeter in de Europese Unie 5G-internet te hebben. Het is ook wel fijn als je op een berg zit in Italië of ergens in een bos, dat je geen internet hebt. Waarom zou de Europese Commissie zoiets peperduurs overal moeten uitrollen? Ja, omdat je digitale paspoort overal moet werken, met je digitale munt enzovoort. Er staat ook een punt over microelectronics. Er is ook een uh, initiatief vanuit de Europese Commissie gaande... Ik denk dat mensen zich uh, daar wel kunnen, uh, bij, bij kunnen aansluiten. En die zegt dat Europa samen chips moet inkopen, omdat je dan meer marktmacht hebt. Nou, er zit allemaal bij elkaar gevouwen in de wappie-pyramide. Er zitten dingen bij die goed zijn voor de economie. Er, zijn, er zitten dingen bij die Europa meer soevereiniteit geven, zou je kunnen zeggen. En er zitten dingen bij die ook gewoon een beetje dictatoriaal en dystopisch uh, zijn, zoals iedereen volgen uh, en, en informatie censureren. Of u het wil of niet, dit is wat u de komende tijd over u uitgestort krijgt. Want deze wetten, die zijn dankzij de paniekpandemie, mogen we zeggen, in de maak. Het komt eraan, mensen weten er niks van, tenzij je current ratio volgt. Dat was hem voor deze week, de introductie van de Wappie-pyramide. Ik dank u hartelijk en tot volgende week.